Annette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een mega grote zomer Shein shoplog. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Dus als je er ook heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb 3 pakketjes van Shein. En ik kan echt niet wachten om het open te maken. Ik doe vaker van dit soort shoplogs. Ik laat altijd alles zien hoe het staat. Alle linkjes staan in de beschrijving. Ook mijn kortingscode zal in de beschrijving staan. Dus daar kan je alles terugvinden. Ik heb 2 pakketjes opgestuurd gekregen voor een samenwerking. 1 pakketje heb ik zelf besteld. Ik heb al dingen gehoord over invoerkosten. En nou, het ging een beetje rond op TikTok. En ik heb het daarna ook op Instagram gezien. Ik heb er gelukkig geen last van gehad. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Deel dat zeker in de comments, want ik ben heel erg benieuwd. Ik zou het echt niet leuk vinden als ik niet meer bij Shein kan bestellen. Dus ik hoop dat het toch nog gaat lukken. Ik heb allemaal zomer items besteld. En ik ga nu lekker alles aan jullie laten zien. Als eerste heb ik, volgens mij is dit een setje. Wat het is een heel leuk roze setje met een rokje. En daarbij hoort dus een bijpassend topje. Heel erg leuk. Een hele leuke roze kleur. De stof is wel een beetje, het is niet een super fijne stof voor in de zomer. Maar het is natuurlijk ook niet heel erg heet. En hij is wel heel erg rekbaar, dus dat is heel erg fijn. Ik heb deze in een maatje S besteld. Nou, dit kan je ook gewoon nog met een maatje M aan of met een XS. Ik vind het rokje heel erg leuk. En je zou dit natuurlijk ook gewoon met een wit hemdje kunnen dragen. Maar ik vind de combinatie van dit ook heel erg leuk. Dit is het roze setje. Ik vind het wel schattig, maar ik voel me wel echt een beetje een soort zuurstokje erin. Ik vind het topje wel heel erg leuk, maar ik zou het eerder met een wit broekje of rokje combineren. En het rokje zou ik denk ik eerder met een wit topje combineren. Dan als tweede heb ik iets wat ik eigenlijk nog nooit eerder heb besteld. Maar waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar was. Het is een soort strandtas. Ik vond deze er op de site heel erg leuk uitzien. Hij is wel wat kleiner dan ik had verwacht. Maar ook weer niet te klein. Hij is heel erg leuk. En ik dacht leuk voor het strand of voor op een foto. Ja. En hij heeft dus hier van dat ijzerdraad waar je mee kan open en dicht doen. Oh, er zit nog een extra. Oh, wat handig. Er zit een soort canvas tas in de tas. Die zit er gewoon vast aan gemaakt. En dan kan je hem zo dicht doen. En dan kan je zo de tas dicht doen. Nou, super handig. Dus dat is deze. Deze was wel wat duurder wat je gewend bent van Shein. Maar de kwaliteit is ook wel echt heel erg leuk. En deze gaat zeker mee op vakantie. Het is alweer even geleden dat ik het heb besteld. Dus ik moet even kijken. Hier zitten volgens mij meerdere topjes in. Oh, je hebt nu ook van die combi sets. En ik vond dit wel heel erg handig. Er zitten dus 4 topjes in. En het was echt helemaal niet duur. En ik dacht, dit is super handig voor gewoon op vakantie en om te hebben. Dus ik heb dan zo'n wit topje. Deze heb ik ook in een maatje S. Ik denk dat deze wel misschien een beetje doorschijnt. Een zwart topje, heel erg handig. Een grijs topje. Ik vind deze kleur wel wat minder. En ik vind deze beige kleur ook wel wat minder. Ik hou gewoon meer een beetje van wat lichter beige. Maar die andere zijn wel heel erg chill. En dit was echt, ik heb geen idee, maar in ieder geval voor 4 topjes helemaal niet duur. En je had hem ook nog in andere kleuren. Dus je had ze ook met lichtblauw en roze. En ik dacht gewoon, deze basic hemdjes zijn wel heel erg fijn. Dit is een van de topjes. Ik ga ze niet allemaal aandoen, omdat ze natuurlijk gewoon eigenlijk allemaal hetzelfde zijn in een andere kleur. Hij zit echt super lekker. En hij bedekt ook gewoon je BH, wat heel erg fijn is. En hij schijnt niet door, de zwarte dan. Dus hier ben ik echt super blij mee. Dan is dit denk ik of een jurkje of een weer zo'n two-piece set. Oh, heel leuk. Dan heb ik dit topje. Ik heb deze wel in een M besteld. Ik denk dat er dan geen S was. Of ik vond er maar klein uitzien, dat zou ook kunnen. Met een heel erg leuk weer een rokje. Met een heel erg leuk kleurtje blauw. Met witte bloemetjes. En daarbij zit weer een bijpassend topje. En dan kan je hier die touwtjes zo omhoog trekken. Zodat je zelf hem zo kort kan maken eigenlijk als je zelf wil. Ik vind het altijd wel een heel erg leuk effect. Ik hoop niet dat dit over mijn schouders gaat vallen. Er zit wel elastiek in. Maar omdat het een maatje S is, ben ik misschien een beetje bang dat hij een beetje groot is. Ik denk niet dat dit gaat doorschijnen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Dit is het blauwe setje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik vind de kleur super mooi. Ik vind het ook leuk staan bij elkaar. En het zit eigenlijk gewoon precies goed. Ik heb er nu een witte BH onder. En zwart ondergoed, maar je ziet het niet.
Ja, je zou dit eventueel ook nog een beetje zo kunnen dragen. Of juist meer eroverheen. Heel erg leuk. Oh, ik weet al wat het is. Ik ben hier heel benieuwd naar. Volgens mij is dit dus... Ja, het is een soort blazerjurkje. En ik zag deze op de site en ik vond hem er heel erg mooi uitzien. Alleen met dit soort dingen is het altijd een beetje een risico van hoe die kwaliteit gaat zijn. Maar het voelt eigenlijk heel erg goed aan. Er zit zelfs schoudervulling in, wat ik misschien zelf eruit zou halen. Ik heb deze wel in een maatje M besteld, omdat mensen zeiden dat hij heel kort was. En ik wil hem wel echt als een jurkje gaan dragen. Wat ik wel jammer vind is dat hij een gouden knoop heeft, omdat ik zelf natuurlijk alleen maar zilver draag. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ik ga ook nog met vriendinnen op vakantie. Dus dit gaat zeker van pas komen met uit eten, met leuke hakken eronder of zo. Dus dat is deze hele mooie blazer. Ben hier heel erg benieuwd naar. Oké, het is dus eigenlijk een jumpsuitje. Dus er zit aan de onderkant een broekje heel erg leuk. En dan heeft hij zo'n... Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Hij ziet er heel erg chic uit. En eigenlijk erger ik me niet heel erg aan de gouden knoop. En zo ziet dus de onderkant eruit. Heel erg leuk. Ik ben nu nog heel erg wit, maar... Ik denk dat het in de zomer, gewoon in de avond met uit eten, er echt super leuk uitziet. Een groen topje zit hierin, denk ik. Hier heb ik een heel leuk jurkje. In een hele leuke groene kleur. Ik vind groen altijd heel erg leuk bij mij staan. En ja, ik probeer altijd wel wat groene zomeritems te kopen. Ik heb deze in een maatje S. En aan de zijkant kan je deze weer zo helemaal omhoog doen. Zodat je het jurkje eigenlijk zelf zo kort kan maken als je zelf wil. Nou, dat vind ik altijd heel erg fijn. En ik vind het een hele leuke kleur. Hij heeft een beetje een geribd stofje. En de kwaliteit voelt wel prima. Het is niet een hele fijne stof, maar het is ook niet heel slecht. De kwaliteit is in ieder geval wel veel beter dan wat Shein eerst was. Dus deze is wel heel erg leuk voor in de avond. Dan het groene jurkje. Hij schijnt hier wel een klein beetje door. Voor de rest is die eigenlijk best wel lang. Dus je kan hem echt wel echt een stukje korter maken. Want anders ziet het er ook een beetje raar uit. Maar als je hem wat korter maakt, vind ik hem wel heel erg leuk. En ik vind de kleur ook heel erg leuk. Dan heb ik denk ik een jurkje of wat is het? Ik heb toch wel een aantal dingen in een M besteld. Misschien omdat het niet meer was, maar... Of ik vond het er echt klein uitzien. Oh, dit is ook weer een setje. Met een heel erg leuk rokje. Hele leuke kleurtje met een beetje bruin-rood. Dit heb ik echt totaal nog niet. Vind ik heel erg leuk. En daarbij zit weer een bijpassend topje. Deze. Deze heeft een beetje zo'n vierkante hals. Dat vind ik altijd wel mooi. En dan heeft hij ook weer van die kleine pofmouwtjes wat je ook bij deze hebt. Oké, ik vind het rokje en het topje echt super leuk. Alleen ik weet niet of ik het samen ook heel erg leuk vind. Ik vind het net een beetje... Too much. Het printje is wel heel erg leuk. En het zit wel heel erg lekker. Je kan het topje ook nog een beetje zo over je schouders dragen. Dus dat is deze. Oh. Dat ik dit heb uitgekozen uiteindelijk. Nou, geen idee. Nou, ik zag dit dus een keer op een foto op Instagram. Dat ze zo'n pak aan hadden. Dit is echt niet voor de zomer. En dat is dus helemaal. Dus je hebt... Het is inclusief... Ja, gewoon zo'n heel pak... Helemaal het zwart. De stof voelt heel erg fijn. En hij heeft dus hier aan de voorkant heeft hij dus een rits. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. Het kan echt een beetje zo'n soort... Hoe heet dat ook alweer? Ja, een beetje zo'n Spice Girl effect geven. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat staan. En ik hoop ook niet dat dit te lang is. En welke maat is dit dan? Oh, dit is een S. Oké, dit is het zwarte pak. Ik heb er nu wel een witte BH onder. Het idee vind ik dus best wel grappig. En het zit ook eigenlijk echt heel lekker. Maar ik zou dus niet zo over straat durven of zo. Ik vind het gewoon een beetje... Ja, een beetje gek eruit zien. Maar het zit wel heel lekker. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. En dit plukje haar vind ik heel irritant. Dan heb ik een nieuwe bikini. Mijn bikinis bestel ik altijd in een maat M, want anders is het net iets te klein. Ik heb deze ook al in het lila en ik vind dit heel erg fijn omdat hij een hoog broekje heeft. En ik voel me daar altijd heel erg comfortabel bij. Dus dat is deze. De kwaliteit voelt echt top. En de achterkant is niet te cheeky, maar wel gewoon prima. Bij dit topje moet je wel echt de vulling eruit halen, want hij is best wel klein. Maar hij is wel echt heel erg leuk en...
ja, het lijkt ook allemaal wel wat groter. Dus dat is ook altijd mooi meegenomen. Dat is deze bikini. Van de bikinis ga ik geen aanbeelden plaatsen. Want daar voel ik me niet fijn bij. Maar ik hoop dat jullie het toch leuk vinden om te zien. En deze, dit is dus echt een hele fijne bikini. Want ik heb deze ook in het lila. Hij lijkt er eigenlijk heel erg op. Omdat deze in het blauw is. Maar hij is wel heel erg leuk. Dan heb ik een joggingspak, denk ik. Ook niet echt een zomer item. Deze mooie bruine kleur. Ik heb deze in een maatje S. Dit is de broek. Aan de onderkant heeft hij gewoon elastiek. Heel erg leuk joggingspak. Hij ziet er wel een beetje groot uit. En daarbij hoort gewoon een bijpassende trui. Ik vind het ook heel erg leuk dat je er een keer geen capuchon bij zit. Want bij al mijn joggingspakken zit een capuchon. Dus dat is deze. Ik denk als je bruin bent dat dit er ook heel erg leuk uitziet. Deze kwaliteit voelt het beste tot nu toe. Ik ben hier heel erg tevreden over. En ik heb dus dit pak in een maatje S. Dit is het joggingspak. Het joggingspak zit echt mega goed, mega lekker. De broek is wel echt een beetje groot. Maar dat is ook wel weer fijn dat hij lekker oversized is. Het zit gewoon heel erg lekker. Ik vind de kleur heel erg leuk. De onderkant is dus wel een beetje bijt. Maar voor de rest vind ik hem eigenlijk echt heel erg fijn. Dus ik zou deze zeker aanraden. Ook in andere kleuren heb je hem nog. Dan heb ik nog een bikini. Deze heb ik ook weer in het maatje M. Een hele leuke lichtroze bikini. Met een heel erg cheeky broekje. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Soms weet je ook gewoon letterlijk niet wat de voorkant of de achterkant is. Omdat het letterlijk allebei gewoon zo dun is. Wel een hele leuke kleur. En daarbij hoort dit topje. Ik vond dit wel een heel erg leuk model. En ik had vorig jaar ook zo'n bikini. En dat vond ik ook heel erg leuk. Dan nog een bikini. Oh, deze is heel leuk. Deze kleur. In een beetje een rood-oranje kleur. Een beetje een roestkleurtje. Heel erg leuk. Dit broekje is wel wat beter. Als je wil dat er iets meer over je kont heen valt. Deze natuurlijk ook weer in een maatje M. Topje ziet er wel heel klein uit. Maar ik denk dat die bij mij wel gaat passen. En je kan altijd nog die vulling eruit halen. En dat is gewoon zo'n model. Je kan ze niet verstellen. Alleen de bandjes. Maar ik bedoel, je kan hem achter niet strakker doen. Maar bij mij zit dit meestal wel gewoon prima als ik een M neem. Dan heb ik nog een topje. Een zwart topje. Heel erg leuk. Hij heeft gewoon zo'n, hoe noem je zo'n model? Geen idee, maar wat heel erg leuk is, je kan hem dus zo om je heen knopen. Zo aan de onderkant. Dus dan heb je zo om je buik heb je van die touwtjes. En ik vond dat er wel heel erg leuk uitzien bij het model. Ik heb deze in een maatje S. Deze stinkt wel een beetje naar zweet. Of ik weet niet wat het is. Maar het ruikt niet heel fris. Dus deze gaat eerst even in de was. Maar ik vind het topje wel heel erg leuk. Dan heb ik nog een nieuwe bikini. Ik wist echt niet dat ik zoveel bikinis had gekozen. Dit is de bikini. Dit is het broekje. Heel erg leuk. En een zebra printje. Dit is ook weer best wel een cheeky broekje. Maar wel wat minder dan die roze. En daarbij wordt een heel leuk topje. Dat is dit topje. Ik vind dit ook een heel erg fijn model. Het zit wel vaak, moet je het even goed doen. Maar als het goed zit, ziet het er altijd heel erg leuk uit. Ik heb deze natuurlijk ook weer in een maatje M. En ik vind die zebra print altijd heel erg leuk. En ik had nog niet zo'n bikini. Dan heb ik nog een topje, denk ik. Oh, dus hetzelfde als het zwarte topje. Het stinkt echt. Maar dan heeft hij aan de onderkant heeft hij ook weer het draadje wat je eromheen kan doen. In een lichtblauw kleurtje. Echt super leuk. Dit is het blauwe topje. Ik vind hem echt super leuk. Ik moet hem even wat beter knopen, maar daar had ik nu even geen zin in. Maar hij zit heel erg lekker en hij bedekt ook net je BH. Hij schijnt dus wel een klein beetje door, zoals je kan zien. Maar ik vind het wel echt een heel erg leuk topje. En je kan deze dus ook nog een keer strikken als je wil. En dan aan de achterkant kan je dus dan een strikje maken. Dan nog een bikini. Oké, dat is deze gele bikini. Even kijken. Oh, dit broekje is ook een heel hoog model. Ja, meestal vind ik dat wel heel erg mooi. Maar deze ziet er wel heel hoog uit. Dus ik denk dat hij echt zo helemaal zo over je heupen heen valt. Heel erg leuk geel kleurtje. Heel erg leuk als je heel erg bruin bent. En daarbij hoort dit leuke topje. Heel erg mooi. Dus ik denk dat deze wel heel erg leuk gaat staan. Aan de achterkant kan je hem gewoon zo dicht maken. Dat vind ik wel altijd heel erg fijn. En ja, ik heb deze natuurlijk ook weer in een maatje M. Dit is geen bikini, maar wat is het dan wel? Oh ja, ik weet het alweer. Dit is zo'n soort dingetje wat je over je bikini heen kan doen. En ik vond deze wel heel erg leuk voor op het strand. Als je gewoon even iets gaat eten. Dat je dit er zo even overheen kan doen. Het is heel erg dun.
Het is, ik denk niet dat het over je kont heen valt. Maar ik denk dat het wel heel erg leuk uitziet. Ik zal dit wel eventjes laten zien. Dus dat kan je gewoon een soort van aandoen. Heeft die hele leuke flared mouwtjes. Hij is wel zwart. Dus ik denk wel een beetje warm. Maar voor het idee als je gewoon even iets gaat eten. Of in een restaurantje gaat zitten. Ik had even geen zin om de bikinis te passen. Maar het is echt een super leuk dingetje. Hij komt niet echt helemaal over je kont. Daar moet je wel rekening mee houden. Maar het is natuurlijk gewoon een beetje voor het strand. En dan kan je hem zo omknopen. Heel erg leuk. En hij is van een hele luchtige stof. Dan had ik verder nog wat enkelbandjes gekocht. Ik dacht dat is wel leuk voor op vakantie. Stelt niet heel veel voor. Met schelpjes en dit. Dus dat zijn de laatste dingetjes. Ik zit nu voor me te kijken. Het is echt heel erg veel. Ik denk dat de video ook best wel lang gaat worden. Ik hoop dat jullie het toch heel erg leuk vonden. Als je het heel erg leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En vergeet zeker niet een kijkje te nemen in de beschrijving. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doeg!